Goeiedag. Het wordt een mooi weekend en ook niet al te heet. Een prima weer om even lekker de fiets te gaan pakken en een mooi rondje te gaan rijden. Ja, het weerbeeld wordt ook in het weekeinde weer bepaald door een hoge drukgebied. En dat betekent rustig weer met ook weer flinke zonnige perioden. De wind die waait alleen wat meer uit noordelijke richtingen. En daarom zal het niet superheet gaan worden. Maar de temperaturen die we verwachten, veel mensen vinden die gewoon bijzonder aangenaam. Hier zien we de uitloper van het hoge drukgebied boven Nederland. De kern van het hoge drukgebied ligt ten westen van Groot-Brittannië. En ook begin volgende week zal dat hoge drukgebied nog steeds dominant zijn. Sterker nog, de wind die gaat dan geleidelijk aan weer wat meer draaien. En dan komt er ook weer warmere lucht richting Nederland. Zaterdag wordt het in het noorden zo'n 20 of 21 graden. In het midden en zuiden van het land kan het 22 of 23 graden worden. Er waait een matige wind uit noordelijke richtingen en het blijft overal droog. En zondag wordt het op veel plaatsen alweer een graadje warmer. In het zuiden is er dan veel zon en kan het 24 graden worden. Ik sluit zelfs niet uit dat het op een enkele plek al 25 graden gaat worden. De wind heeft de neiging om iets meer naar het noordoosten te gaan draaien. En dat betekent bijvoorbeeld op maandag dat de temperaturen alweer wat verder oplopen. Landinwaarts kan het dan 25 tot 27 graden gaan worden en het is zon overgoten. Dinsdag en woensdag, dan zien we weer dertigers op de kaart. Dat betekent tropische warmte en ook heel veel zonnen. Met andere woorden, het wordt zon overgoten en de kans op neerslag is vrijwel nihil. En eigenlijk zien we dat ook nog wel op de donderdag terug. Wel wat meer bewolking misschien, maar al met al een zeer droge periode nog steeds. En de droogte die zal dan ook verder aanscherpen. En de problemen worden door de droogte ook geleidelijk aan steeds groter. Fijn weekend.